Ik loop nu stage bij Libaard en ze maken hier heel veel verschillende soorten textiel, maar om echt een mooi voorbeeld te geven, kan ik het voorbeeld van een BH geven. Bijvoorbeeld Van de Velde is een grote klant van Libaard. Dus wij maken hier eigenlijk de bandjes en de stoffen wat ze eigenlijk nodig hebben voor een BH te maken. En dus hier wordt er gestart van nul. Dus de harens komen toe, de bandjes worden geweven en de stoffen worden gebreid. Wij verven dat hier ook in huis en dan wordt er eventueel nog nabehandeling gegeven en die wordt dan opgestuurd naar Van de Velde. En zij maken daar dan een BH mee voor Marjo, Primadonna. Textiel, dat zit echt overal. Want ik weet nog, voordat ik aan de opleiding begon, dacht ik ook gewoon van, ja, wat gordijn, meubelstoffen, kledij. Maar ik ben echt ervan verschoten waar dat textiel eigenlijk allemaal in zit. En wij als textieltechnologen, als wij nu ergens toekomen, dan is het ook zo van, ah, oh, mooi, en dat is textiel. Een voorbeeld dat iedereen wel kent, de dampkap. Dat is eigenlijk een non-woven. Dat is eigenlijk ook textielmateriaal, net hetzelfde als je theezakje. Dat zijn zo, allez, heel veel toepassingen dat mensen dagelijks gebruiken, maar als ze niet bij stilstaan, dit is textiel. Textiel is iets dat leeft. Wij merken dat ook. Dat kan zijn dat in de zomer dat je bepaalde dingen nodig hebt voor iets te doen, dat dan in de winter helemaal anders is. Of bepaalde verving die al 10 keer goed gegaan zijn en plots de 11e keer mislukt dat. En dan moeten wij als textieltechnoloog eigenlijk echt gaan zoeken van hoe komt dat hier nu? En eigenlijk blijven zoeken totdat we een oplossing hebben gevonden. Ik start mijn dag hier door de stoffen die geverfd geweest zijn te controleren onder een lichtkast. Dat is dus eigenlijk een kast met verschillende lichtbronnen. En dan kijk ik eerst een visuele check of dat ik zie van voldoet die kleur aan de standaard dat de klant heeft goedgekeurd. Als dat zo is, dan laten we dat door en sturen we dat op naar de klant. Stel dat dat niet zo is, dan gaan we dat hernemen voor kleur. En dan gaan we zelf hier eerst het probleem oplossen. En dus dan bekijk ik dat samen met de verantwoordelijke van de veredeling. Dus dan kijk ik me samen van, kijk, welke, het is te rood, het is te geel, wat gaan we toevoegen om toch zo dicht mogelijk naar die standaard van de klant te gaan. Er vertrekt hier niks als wij niet vinden dat het acceptabel is om op te sturen. Ik weet nog niet wat de toekomst zal brengen, maar textieltechnoloog is een knelpunt beroep, dus mogelijkheden genoeg. Geef de wereld het beste van jezelf en studeer bij ons.